Focus hier, leuk dat je kijkt naar de nieuwe video. Gisteren hebben we heel veel verkoopdruk meegemaakt op allerlei verschillende financiële markten. Of je nou de aandelenmarkten bijpakt in de Verenigde Staten, in Nederland, in Japan of je pakt crypto erbij, het maakt niet zoveel uit, we zagen heel veel rode cijfers. Maar nu zie je dat die paniek weer een beetje is gaan liggen. In deze video wil ik daar wat dieper op ingaan, dus laten we snel beginnen met de video. Gisteren was er natuurlijk een dag van heel veel rode cijfers. Als we bijvoorbeeld ook even dit nieuwsartikel erbij pakken, zie je dat de Dow Jones meer dan 1000 punten heeft ingeleverd. Ja, dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak. De S&P 500 had de slechtste dag sinds 2022, want er was namelijk sprake van een daling van maar liefst 3%. Vervolgens zag je de Nasdaq 3,43% en de Dow Jones 2,6%. En ook op de cryptomarkt zagen we natuurlijk ook heel veel verkoopdruk. Bitcoin stond op een bepaald moment op $49.000. Ethereum had te maken met heel veel verkoopdruk. En de altcoins, ja, die zijn echt helemaal keihard geraakt. Maar ja, dat weten we, daar zit nog meer risico in. En nu is natuurlijk vooral de vraag, hoe nu verder? Want dat we op de maandag heel veel verkoopdruk hebben meegemaakt, wil natuurlijk niet meteen zeggen dat dit het begin gaat zijn van een nieuwe globale crisis. En soms heb ik het idee dat bij elke fase van verkoopdruk, nadat het een hele tijd heel goed is gegaan, dat direct het vertrouwen direct weer weg is. Dus dat heel veel beleggers denken, oké, dit is inderdaad het begin. En nu zie je bijvoorbeeld als we kijken naar de voorbeurs in de Verenigde Staten dat er sprake is voor de Nasdaq en de S&P 500 een stijging van 0,5%. We zien dat crypto weer een stijging heeft meegemaakt en zie je dus dat die paniek weer een beetje is gaan liggen. Maar betekent dit dat we gewoon eventjes één dag behoorlijk wat rode cijfers meemaakt op allerlei financiële markten en zetten we nu de stijging door? Of kunnen we de komende tijd nog verwachten dat we nog meer verkoopdruk gaan meemaken? Nou, voordat ik daar verder op inga, mocht je op zoek zijn naar een platform om te gaan beleggen. Ik beleg bij de Giro zoals de meeste Nederlanders en op dit moment loopt er een speciale actie via de link in de beschrijving, want als je registreert via de link voor 31 augustus krijg je gemaakte transactiekosten tot en met 30 september terug met een max van €100. Dus in de beschrijving staat zo'n linkje, registreer via dit linkje, maak je gebruik van de actie. Daarbovenop steun je ook nog eens het kanaal, want ik krijg vergoeding voor deze samenwerking. Kost jou niks extra's, maar kan ik dit soort video's wel blijven maken, dan zal ik natuurlijk altijd waarderen. Goed, als we kijken naar de pre-market, ziet het er op dit moment weer goed uit. Je ziet de Dow Jones, je ziet de S&P 500 en de Nasdaq in het groen staan. Maar op dit moment is er wel sprake van extreme angst. Als we kijken naar de aandelenmarkt in de Verenigde Staten, een week geleden was het nog neutraal. Dus dan zie je dat dit soort evenementen ervoor kunnen zorgen dat in hoog tempo heel veel angst in de markt zit. Maar het is niet zo dat we op hetzelfde tempo die angst weer uit de markt kunnen spoelen. Je moet er eigenlijk vanuit gaan dat die angst aanwezig blijft. Want dat zorgt er namelijk voor dat als we bijvoorbeeld over een paar dagen weer wat slecht nieuws te verwerken krijgen, dat mensen zich direct weer kunnen herinneren wat afgelopen maandag heeft afgespeeld. Dus het is niet zo dat we één slechte dag meemaken, en dat was natuurlijk een hele slechte dag, en vervolgens zijn we het allemaal vergeten, want we zien hier groene cijfers. Dit heeft even tijd nodig. Heeft er ook mee te maken dat natuurlijk heel veel verschillende onderwerpen een rol gaan spelen op de aandelenmarkt, zowel in de Verenigde Staten, Europa als Azië, want we hebben natuurlijk een conflict in het Midden-Oosten, in Engeland loopt het natuurlijk uit de hand, we hebben nog een presidentsverkiezing in de Verenigde Staten, dus nu natuurlijk zorgen dat er een recessie kan plaatsvinden in de Verenigde Staten. Het is natuurlijk nog steeds zo dat de valuta trade in Japan met de Japanse yen tegenover de Amerikaanse dollar een impact kan hebben. Dus het is niet zo dat er één iets speelt en dat je denkt van oké, als dat wordt opgelost, dan zijn we eigenlijk af van de verkoopdruk. Dus dat maakt het ook heel erg lastig als we kijken naar de komende week à twee weken om te voorspellen wat er gaat gebeuren. Want het kan namelijk heel erg snel gaan. Het moment dat Iran besluit van oké, we gaan nu Israël binnenvallen, zal je natuurlijk direct daar een reactie op zien als we kijken naar de aandelenmarkt. Kan natuurlijk ook zo zijn dat de Japanse yen nog verder aansterkt tegenover de Amerikaanse dollar. We zien natuurlijk dat het nu al een tijdje hartstikke hard gaat. We zien nu op de 6 augustus dat er sprake is van een daling ten opzichte van de Amerikaanse dollar. En door de stijging van de yen is het natuurlijk al zo dat heel veel traders posities hebben moeten sluiten om dit verlies te compenseren. Maar er staan natuurlijk nog genoeg posities open. Dus als de yen sterk blijft, dus bijvoorbeeld dat we eventjes op 6 augustus inderdaad een daling zien, maar vervolgens zien we weer een paar dagen dit soort candles. Ja, dat zorgt natuurlijk voor dat er nog meer posities gesloten moeten worden. Als het wel zo dat na de slechtste dag sinds 1987 op de Japanse
aandelenmarkt. En nu ook sprake is van een gigantische stijging. En ja, dat zie je dus heel vaak op fases van heel veel paniek, heel veel angst. Niemand verwacht dat het nog goed gaat komen. En dan zie je in één keer een stijging van ruim 10%. Dus je ziet eigenlijk dat de slechtste dag sinds 1987 voor de aandelenmarkt in Japan bijna is goed gemaakt in één dag tijd. En dat geeft dus aan dat het timen van de markt ook in Japan heel erg moeilijk is. Want dan denk je van oké, dit gaat zich doorzetten. En dan heb je in één keer een gigantische groene candle die we in heel veel jaren niet hebben gezien. En voor de S&P 500 is er natuurlijk nog wel behoorlijk wat nodig om inderdaad herstel mee te maken. Zoals je ziet hebben we behoorlijk wat rendement ingeleverd. We staan op dit moment zelfs op het punt waar we op 19 maart ook stonden. Op dit moment is er nog een year-to-date performance van 9,3%. Dus ja, dat geeft eigenlijk ook wel weer aan dat 2024 nog steeds een heel goed jaar is. Vandaar dat het altijd gevaarlijk is om alleen maar te kijken naar de korte termijn. En bijvoorbeeld je emotie in de overhand te laten nemen. Dat je alleen maar gaat kijken naar de prijsactie van oh, alleen maar rode candles, wat gaan we nou doen, wat gaan we nou doen? En ja, dan zie je dus, ik heb het echt goed onderzoek gedaan op social media, heel veel nieuwsartikelen die zijn geplaatst. Je ziet er bijvoorbeeld in Instagram posts dat mensen toch denken, ja, laat ik het toch maar verkopen. Ja, dan wordt het natuurlijk een gevaarlijk spelletje. Vandaar dus dat ik ook gisteren de video heb gemaakt met de toon, maak je niet al te veel zorgen. Want het moment dat je die emotie dus de overhand laat nemen, ja, dan ga je dus hele gekke beslissingen nemen. En kan het dus zo zijn dat je bijvoorbeeld behoorlijk wat rendement verliest. Want we hebben natuurlijk de S&P 500 gisteren afgesloten met een daling van 3%. Maar het was op een gegeven moment bijna 4,5%. Dus dan zie je dat het eigenlijk op de dag zelf al herstel heeft plaatsgevonden. En als we nu kijken naar de voorbeurs, is er dus ook alweer sprake van een stijging. Dus daarom moet je altijd erg oppassen. Hetzelfde is eigenlijk voor de Nasdaq. Daar zie je inderdaad ook een gigantische daling. Gisteren werd uiteindelijk afgesloten met een daling van 3 tot 3,5%. Ik staat hier 2,96%. Maar volgens mij was het nog ietsjes forser. Terwijl op een bepaald moment Nasdaq min 6,5% stond. Ja, dat is natuurlijk gigantisch. En als je dan posities gaat sluiten in de paniek, ja, dan loop je al behoorlijk wat rendement mis. Als we ook bijvoorbeeld even een blik werpen op de Bitcoin chart, zien we natuurlijk een flinke candles de laatste tijd. Er is sprake van heel veel verkoopdruk geweest. Dat begon eigenlijk al een tijdje terug op 2 augustus. Toen was er sprake van een daling van 6%. Dat werd eigenlijk in het weekend opgevolgd met een daling van iets meer dan 1%. En vervolgens 4% op de zondag. En toen kwam maandag natuurlijk die klappen bovenop met een daling van 7%. Maar we stonden natuurlijk op een gegeven moment op 49,6. Nu zie je dus dat de koers weer boven de $55.000 staat. En dan zie je dus dat het heel erg snel kan gaan. Vandaar dus dat het ook altijd goed moet oppassen om op hele lage punten gekke beslissingen te nemen. Zeker als jij een spot-investeerder bent. Dus dat houdt in dat je elke maand bijvoorbeeld investeert in Bitcoin of in Ethereum en dat wilt volhouden op de lange termijn. Of dat tot een bepaald moment je exitplan wordt geactiveerd. Ja, dan is het natuurlijk heel gevaarlijk om je bijvoorbeeld te gaan mengen met het daytraden. Het swingtraden, dat je denkt van oké, laat ik bijvoorbeeld op $51.000 de positie sluiten en dan hoop ik mijn volledige positie weer in te slaan op bijvoorbeeld $48.000 of $46.000. Want op social media word je natuurlijk ook een beetje gek gemaakt. Hè? Dat heb ik ook gezien gisteren toen ik social media in de gaten ging houden. Zowel op Twitter, op Instagram, op YouTube eigenlijk. Dan zie je echt dat heel veel mensen erop inspelen van dat ze hopen dat die paniek toeneemt. Want dat zorgt ervoor dat er veel meer mensen de video's bekijken, de artikelen lezen, abonnementen afsluiten. En dat is gewoon in een fase van paniek, dat verkoopt gewoon. En ik hoop in dit soort fases er juist voor te zorgen dat je eigenlijk niet al te veel gekke dingen gaat doen. Zeker als jij een lange termijn investeerder bent in bijvoorbeeld een gespreide ETF of jij hebt inderdaad interesse in Bitcoin. Ja, dan is het natuurlijk niet zo dat je bij elke daling direct weer je plan overboord moet gooien en denkt van oké, hoe ga ik dit aanpakken? Want het moment dat jij op de dag zelf in de emotie gaat besluiten wat je wel gaat doen en wat je niet gaat doen, ja, dat is natuurlijk een gevaarlijk spelletje. En dat kan er dus voor zorgen dat je op lage punten, zoals op de aandelenmarkt als op de cryptomarkt, bepaalde beslissingen hebt genomen en dat je nu denkt van oef, had ik maar eventjes gewoon rustig die computer uitgelaten, lekker genieten van het weer en eventjes een dag later als de paniek weer een beetje is gaan liggen, zowel op de markt of inderdaad je eigen persoonlijke situatie, en dan kan je even wat rustiger kijken naar de koersen die op dat moment zich voordoen. Maar ja, dat is natuurlijk wel een beetje een ervaringsdingetje. Ik zag ook in de comments dat best wel wat mensen voor het eerst echt een daling meemaken, want ja, zoals ik bijvoorbeeld de intro opende, dat was de slechtste dag voor de S&P 500 sinds 2022. Dus er zijn best wel wat mensen die dit nog niet eerder hebben meegemaakt. En dan kan het best wel lastig zijn om in die beginfase je emotie inderdaad onder controle te houden en te weten hoe je daarmee moet omgaan.
Dus dan hoop ik eigenlijk met de video's ervoor te zorgen dat de rust weer een beetje is gaan liggen. Natuurlijk, er zullen altijd mensen zijn die in paniek gekke dingen doen. En dan hoop ik eigenlijk een beetje dat ze daarvan leren. Want ja, de grootste fout kan natuurlijk zijn dat jij bijvoorbeeld denkt van oké, ik heb geïnvesteerd in S&P 500 ETF en jij hebt bijvoorbeeld alles verkocht op een daling van 4%. En nu gaat S&P 500 bijvoorbeeld weer langzaam herstellen. En dat jij denkt van ja, nu stap ik niet meer in. Dat kost natuurlijk veel meer dan die ene fout door alles te verkopen op een laag punt. Want je zal natuurlijk vooral zien dat in fases van heel veel verkoopdruk, ook in 2022, heel veel beleggers de handdoek in de ring hebben gegooid en denken dat investeren is niks voor mij. Ja, dat kost je natuurlijk veel meer dan één keer eventjes op de blaren moeten zitten, omdat je een gekke beslissing hebt genomen, omdat je ging luisteren naar je onderbuikgevoel. Dus dan hoop ik inderdaad ervoor te zorgen met dit soort video's dat de rust een beetje aanwezig blijft. Al is natuurlijk wel zo dat we nu nog steeds in een fase zitten van heel veel angst en heel veel onrust. En er spelen natuurlijk allerlei verschillende dingen. Dus je kan nu ook niet claimen dat deze week rustig zal verlopen en dat we langzaam en zeker zullen herstellen van de verkoopdruk van afgelopen maandag. Het is echt op dagbasis kijken van wat gaat er daadwerkelijk plaatsvinden. Maar het is aan jou als belegger zijn om ervoor te zorgen dat die paniek dus niet de overhand neemt en dat je gekke beslissingen gaat nemen. Want ja, je kan er eigenlijk vanuit gaan dat de komende paar dagen nog behoorlijk volatiel gaan worden. Ik verwacht ook de week erop dat er natuurlijk wel wat gekke prijsactie gaan zien. En als we kijken naar de cryptomarkt is het vaak nog wat erger dan als we bijvoorbeeld kijken naar de indexen. Dus ja, dat is natuurlijk allemaal een beetje je eigen plan. Kan je tegen dat soort schommelingen, ja of nee? Dus ja, dat is natuurlijk voor iedereen anders. Maar met dit soort video's hoop ik er dus voor te zorgen dat beleggers inzien wat er speelt, waarom het speelt en wat je vooral niet moet doen. Voor nu komen we aan het einde van deze video. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet het zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug in mijn volgende video. Later.